Draco naar punt Alpha, FOP. Dreiging zal voornamelijk richting Atira zijn. Dus Bob, daar kun jij straks een veiling op zetten. Buddy paren richting het zuidoosten voornamelijk. Romeo Long heeft 5-0 uit. Ik zal eventjes globaal de sector... We rijden die kant op, hè? Oh, daar. Ja, is goed. Ja, globaal die sector even hebben. Ja, en dat gaan we eerst verdedigen. Mocht er in Graffira de pleuris uitbreken, dan is het aan ons de taak om eerst door te stoten naar het rode vierkant wat op in de richting van de pijlers. Er is een FOP. Onbekend wat daar nog staat. Volgens de laatste intelfoto stond er nog niemand, wel de FOP. Maar geen dreiging aanwezig, maar dan waarschijnlijk wel. Dat is een vrij grote FOP. Niet te missen. Dus die gaan we dan eerst even uitschakelen. Vervolgens zullen wij doorstoten naar Gravia. Hoe dat er verder uit gaat zien is onbekend. En wat we daar kunnen verwachten. En of het helemaal moet hardkleden. Even voor je beeldvorming. Bravo Charlie, die zullen in het zuiden van ons zitten, zuidwesten. Bravo pakt de checkpoint. En Charlie zit ook op een OP. Van FOP. Die zullen zich bezighouden met de vijandelijke FOP in hun gebied en het airfield. En die zullen ze met z'n tweeën aanvallen. Yes? Ja, Roger. En verder, geen idee, laat je lekker verrassen, zou ik zeggen. Voor mij hetzelfde. Ja? Yes. Top, dan... Minimi-boxen in de Boema. Ja, ik zal dat nog even doen. Af en toe naar jij luisteren. Heeft er ook iemand cold magazijnen in erin gegooid? Ik flik er nog wel het cold magazijn in. Of niet? Weet, ja, we hebben op de map staan in ieder geval de sectoren gemarkeerd. Als je daar even een kijkje op neemt, dan moet het goed komen. Ja, als iedereen dan zover is, dan mag je alvast gaan instijgen. Ik zag dat Mike al een mooie route had getekend. Ja, ik dacht een rijden niet door het gebied. Ja. Check. Oh, check. Ja, dan zijn wij Buddy. Ja, wij zijn dan gewoon Buddy, Pop en ik zijn los. Ik ga even kijken. Even kijken. Als je een stuk wil afsnijden van de route, moet je dat even aanpassen. Ik denk als we over de weg rijden, denk ik het snelst. Ja. Ja, kijk jullie maar even voor de snelste route. Dit is in principe gewoon een vriendelijk gebied. Ze kunnen gewoon zo snel als dat het mogelijk is het terrein naartoe laten. Even die FOP daar op de heuvel in de gaten, op jullie 10 à 11 uur, waar de Brave Airstop Charlie heen gaat. Ik zag even wat de rook. Let's go. Wow.
Ik rem je af, ik rem af, ik rem af. Dit was niet zo slim. Het is ik hoop een foutje en anders is het gewoon fucking kut. Maar goed, zoals ik zei, hou je vond me even in de gaten. Ik zag een rock climb, ik weet niet of er eventueel contact is of niet. Je hebt het gehoord, Aaron. Even met warmte afscannen. Laat het nu één keer. Bob. Kom in. Pak even snijder even af. Of naar deze stad. Richting het noorden, zeg maar. Aan de rechterzijde van de bergketen, een beetje. En hoe bedoelt hij? Na deze stad, rechtsaf. Hier rechtsaf? Ja, maar teken hem even. Ja, ik weet ook niet waar die heen wil. Bob snapt je niet helemaal. Die kant op? Ja. Gewoon de route afsnijden of rood een beetje, want die weg is denk ik toch een beetje te ver om. Oh, wacht even, maar ik neem hem even verder tekenen. Oep. Ik volg jou weg. Ja. Ik ben maar even aan het tekenen snel, Mikey. Pak ik wel weer de weg. Ik hoop dat het de goede weg is, Mikey. Ik kies maar globaal getekend. Ja, ik volg jouw route, hoor. Ik moet even een korte stop hier houden. En dan eventjes voor de drivers en over personeel even snel uitstappen. En even je mono's, of je nachtkijkers plaatsen. Dat bij mij werkt het niet thuis te rijden. Ja, je moet rechtermuis, dan gaat hij in de inventory van de vehicle en dan weer rechtermuis. Top, dan hebben we dat ook weer. Oh, het wordt snel donker. Oh, wat is een nacht? Er is een nacht. In de maal. Willem ziet het. Ja. Dat is ver. Nee, kunnen beter hier. Gewoon hier rijden. Oh. Ook dat het een goede lijn is. Verdamme. We zitten vast onder een boom. Hey. Ja. Oh. Alsjeblieft. What the fuck, Mikey? Het is niet super efficiënt ofzo deze route. Blauw of rood? Ik trek maar gewoon een random lijn. We komen bijna weer op de weg. Oh nee. Laat me zitten. Even kijken. Laat me zitten. Zicht is ook heel slecht. Er zijn bomen. Nee, vaak ben je te bang. Vaak leef je te lang. Nou, ik ga bijna nooit dood, dus. Even Leonard snel even een dingetje doen. Met die.
Het is net te donker om zonder night vision te rijden. Ja. En met night vision is het ook een knijterspel. Ja. Hij wil een alt page down. Ja, klopt. Zo. Ik heb even gedaan. Oh, moest hij die berg over zeker? Ja. Gewoon je weg volgen. Oh, nu jouw route volgen, dan komt een hoek. Hier, ja, als we zo meteen aangekomen zijn en je kan het doorvinden, ga erin zitten. Ja, check. Ja, ik wil die punt 50 ook zo meteen even daar op instelling hebben en dan ook even één kunnen erin bemand. Dankjewel. Even kijken waar we die punt 50 voor hebben. Even kijken. Ja. Even bezig, Markie. Aaron, heb jij al hitte kunnen spotten? Negatief. Ik ben één. Markie, als je een mooie punt kan vinden om de Bushmaster neer te zetten voor de punt 50, dan mag je hem daar neer zetten. En er bijna. Ik denk dat het beter is dat iemand anders hem kunnen gaan halen. Ja. Ik ben los, hè. Ja, ik was de enige met Javelin. Ja, Jurja, jij pakt zo meteen die hoge toren hier. Hè? Ja, check. En een goed punt vinden? Zet hem hier maar gewoon neer. Ja, maar PP moest deze kant. Ja, maar de Bushmaster moet ook goed zicht hebben, hè. Het is jullie schatje dan, hè? Ik gooi even die jump op. Ja, helemaal goed. Wij staan hier. Het stijgen naar je positie. Het liefst wel als je... Ja. Je gaat ernaar op de gun? Ja, ik ga wel op de gun. Okay. Het is heel irritant als die dingen open zijn. Ah, ik hoor iemand roepen, friendly. Maggie. Oh. Yo. Achter zit een schiel. Hey, Maggie. Hallo. Hey, kom. Op de... Sorry, kijk. Wij moeten hier zitten, toch? Kopie. Ik wil alleen even een kleine aanpassing, Bobs. Ik wil die Booma een beetje meer gecentreerd hebben op de positie. Kopie, komt voor de bakker. Doe jij dat, Bob? Ja, komt goed. Aangezien we hier een doorgaande weg hebben met een kruising, wil ik daar even iets meer... bewapening hebben. De algemene beveiliging mag ook iets meer naar binnen getrokken worden tot in de torens dan wel de muurtjes. Zicht op Pax. Zuidoost in de andere battletoren. Kopie. Hoeveel? Eentje. Twee. Hé, waar? Zuidoost? Pak de grote katapult maar. Dan schieten we ons erheen als een Bob, deur. Waar wij moeten zitten bij die patrouille is heel weinig zicht uit de bomen. Nee, iets, wacht even. Ik ben toch zelf capabel genoeg om een andere positie te zoeken? Dat valt wel mee. Dan zit je niet goed.
Aaron, waar zijn jullie? Je zit ook helemaal verkeerd, jongen. Richting het compound lopen. Ja, zag het. Wat kuleren. Lekker man. En ook nooit alleen laten, hè? Giel. Ja. Wow, moke dik vriend. Kerel toch. Oh. Ah, desnoods schaaf je een trenchie voor, hè? Doe je nou half openen? Gewoon lekker graaf met die klauwen van je. Oh, control. Ah. Control en een spatie. Control, spatie en een scroll. Nee, Aaron. Als je niet dood wil, zou ik je aanraden een trench te graven. Ja. Ik heb het wel, maar... Kennen. Hé? Hey? Als je spatie doet, gaat die open en dicht, hè? Ja. Control spatie. Wesley? Ja. Ik zie niks op mijn hitbeeld. En doe dus control spatie alleen. Zonder scroll. Dat is mooi. Klapt die in één keer open? Jeroen, ik heb even ter informatie voor jullie wel zicht al op de FOP. In het zuidoosten, op de rode vierkant. Net buiten Atira. Er staat al een grote toren en dergelijke. Daar zullen wij straks hoogstwaarschijnlijk ook naartoe geroepen worden om uit te gaan schakelen. Maar tot die tijd even de beveiliging houden en deze FOP blijven beschermen. Ja, helemaal goed. En druk ook eventjes een vehicle trench voor die boema. Zal ik doen. Ik ben de eigenaar, godsamme. Houd van je kutzooi. Ops. Mike en Giel, jullie mogen je even gaan verplaatsen naar de nieuwe WP1 marker. Daartussen, bij de Hesco's, eventjes een trench graven en daar de sector in nemen. Roger. Ja. Holy shit, dat kan niet. Bezig. Oh, wow. We hebben er twee. Ik denk, ik doe even een grote ertussen. Aaron, even die boema iets naar voren rijden, zodat hij tegen de voertuigtrench aan staat. En dan kun je eventjes de kunnen positie innemen. Zeg. Ik heb een soundpack veranderd van TeamSpeak. Hoezo? Super Mario, maar je hoorde heel de... Oh, Quing. Mijn god. Ja joh, dus, ik word helemaal gek van. Maar je kan hem ook niet uitzetten terwijl TeamSpeak aanstaat. Dan moet je hem restarten en dan pas werkt het. Oh. Ja. Dit is echt een kutpositie trouwens, ik zie geen flikker. Nee, ik zie er wel een, loopt hier. Hey Mikey, dat het ook grappig is. Is het ook grappig is? Ja, ja. Kogel in je knie. Oh, kogel in je knie. Ik was een avonturier, maar toen kreeg ik een kogel in mijn knie. Oké. Last time I was digging a trench,
I became a father after 9 months. Jezus. Even een versnapering pakken. Yo. Zo. Ik heb gedaan, Rick. Ik heb een grols. Tuurlijk. Ik weet niet waarom, maar een het is een oranje. Herfstbokje? Een lentebokje? Nee, het is gewoon normaal gros, alleen het is een oranje blikje met een rood en blauwe vlag erop. Oké. Lekker. Maar ik snap dus niet waarom. Staat, het Wilhelmus staat erop. Is het niet voor Koningsdag of zo? Ja, dan zou het wel een oud blikje zijn. Ja, maar ja, die vergaat niet. Ja. Aaron, kan je even de motor uitzetten? Ik hoor een voertuig of iets, Zuidoost. Ja, BTR op direct Zuidoost, komt over het kruispunt. Koffer. Stond al iets. Panzerfaust. Of even de punt 50 erop, 2 man BTR 60. Best clear. Nice. Ja, begint te raden met de punt 50 om je machine geweest. Kom, blijf vuren. Cease fire. Mikey is knocked, ik ben gewond. Neemt u nog één PTA actief hoor, volgens mij. Ja, ben weer. Nou, de beveiliging voor het overpersoneel wat er nog leeft, kunnen wij achteraan komen. Mikey en Giel hebben een belletje nodig, of een medic. Ja, ik kom er. Ik begin al een piep te horen. Oh, de paard was het. Zelf ook gewond. Ja, cease fire. Van de buggel. Kan je nog rennen, Jori? Ik ben bij de... Hallo. Ik heb een panzerfaust halen. Ja. Ik ben op de markt van Burgpaar 2. Ik zie je op de map, maar ik ben, kan zelf niet rennen. Oké, check. Dan ga ik dat even voor je oplossen. Dan ben ik weer 1 of 4 positie behouden. Dan komt Jori zo meteen de kant op. Main Street, Zuidoost 150. Wat ren je daar links? Positief. Jori, je kan weer rennen. Aanspunt met B1 even opplakken. Ben er. Ja. Lukt het? Ja. Ik stond er verkeerd, dus... Waar zit het dan? Voor mij staat er niks. Nee, alleen de pak. Is die pak van links uitgeschakeld? Ja. Positief. Ja, ik heb ook een pak nodig, Jordi. Oké, ik ben er bezig. Mikey, eventjes alvast een route pakken richting Slaat naar een marker in het zuidoosten. Stad vermijden? Ja, ga er maar een beetje omheen.
contact vraagt hij? Ja, infanterie achter die groene smak. Mikey, ja. Ik er een oeuvel op gehoopt in het ingestorte gebouw. Ingestorte gebouw, rechts? Ja, op oosten. Mikey, even een uggel voorbij de groene smak. Zie je een groene smak? Oh, daar. Ja, machtig mooi. Even 20 meter naar rechts. Ja, perfect. Even plus 10. Hoeveel procent? Bijna 50. Oh, dat is helemaal top, precies waar. Ontvang hem steeds contact. Ja, even Britpaar in de boom even opbewegen tot het kruispunt net voorbij de BTR-wrakken. En even dat contactpunt uitschakelen. Dankjewel, Jori. Dank u. Dat is weg. Waar zit hij? Echt precies in die smoke ergens. Ja. Ik kan niet meer uit de kunnel zien. Misschien hebben we hem. En nu hoort het lekker stil. Wat bedoel je? Kijk, nu moeten we hem kunnen zien. Ja, ik zit zeg maar vast in deze gunner. Druk eens op dubbel V. Kijk. Ons rechtermuis. Nou, we hebben nog een beetje contact op het hoofdkruispunt in de stad. Even instijgen in de arm, Boema. We hebben contact Zuidoost over de hoofdweg, kruispunt. Ja, Roger. Wie zit er naast me? Bob? Nee, Bob is Wie is er aan het rijden? Weet ik niet. Wie rijdt er? Ik zit in Gunner, Aaron zit in Gunner. Mike, rij anders even, want het wordt niks. Spring maar even op een andere site. Oh ja, op de Hoofdstraat, Gunner op de Hoofdstraat, linkerkant van de Boemerschap. Ja, daar, precies daar, ja. Ja, kom je. Mooi stop. Oh, ja, schat me net Nokkie. Even naar beneden komen en dan in de driver seat stappen, dan hiel ik je tijdens het rijden even. Nou, ik kan rennen, dus ja, fout. Goed, BP1 zit erop. Ja, we rijden een stukje naar voren. Kopie, even als de contact uitschakelt, dus terug afbreken en dan gaan we over de blauwe lijn bewegen richting Slaamakker. Dat is goed. Links contact op de weg. Yep. Is schakeld. Links contact op de weg, front, links front. Achter dit huis, achter dit huis links hier. Ja, goed. Ik rij je door. Links. Ah, hij is weggerend, hè? Nee, er was eentje naar voren. Ja, voor je, voor links, links. Naar het witte huis. Terug, dan gaan wij over de blauwe lijn bewegen. Hier links alleen, links, links, links. Ja, precies. Ja, hij is neer. Easy, zo doen we dat. Hey, kan het nou?
Ik zit in mijn spiegel te kijken en ik denk, hé, dat klopt toch. Voertuig 1 eventjes richting voertuig 2 en dan even wacht uit, krijg je eenmaal een reinsert. Kijk, zo knap staat ze achteruit rijden, hè? Hey. Lijkt takel wel, de cars. Nu weet hoe vaak ik dat heb gezien. Ja, niet normaal. Plaatsen, zometeen op punt halt uitstijgen, op de voet voorwaarts. Bij 1 blijft in de armed boomer zitten, even wacht uit op punt haltmarker. Gaan wij eerst nog even een stukje verkennen, dan kunnen jullie op een gegeven moment gaan oprijden en het vuur openen, inclusief de rest van de groep KWO. KWO. Ja, hier is de koffie. Tut. De groetjes van Ruud. Goed, boem maar eventjes aan op die contact duiken. Want het is gewoon lekker. Ja, en Zuidoost ergens watercontactpunt waarschijnlijk. Waar wij nu naartoe rijden? Globaal, ja. Dat er op de kunnen zitten. Prima, PTR. PTR? PTR. Wij trekken het. Mikey, laat me uitstijgen. PTR is geplaatst op het voetbalveld. Ik kan hem neerklappen. Oké, stijg maar uit. Ik had deze mee bezig. Oké. Ik ga hem even hier neerzetten dan. Hij neemt mij naar onder u. Momentje, had deze mee bezig. Waar heb je zicht hier? Inzicht op de BTR hier. Nee, dat is goed. Lukt dat? Uitschakeld. Doppie. Erin. Wat was het? BTR. Kom weer. Vorige keer kamer. Oh, wat een AT-schutter ben ik ook, hè? Tering, Jantje. Oh, sorry. Was het 11e toch zonder mij? Jeez. De 10e. Gewoon one shot, one kill, hè? Op de. Ja, dat kan. Oh. One shot, one kill. Ja, one shot meer. Druk over de weg, druk over de weg. Schieten. Over de weg. Links, meer naar links, meer naar links. Ja, daar. Vuur maar op die truck, dat die ontploft. Goed op ze. Op ze. Ja. We hebben een truck op de weg gevonden voor de straks. Ja, hij gooit ze op. Nog een truck. Turn in. Ik ga een stukje naar voren. Naar voren, ja. Maar we schrikken over 18. Hij is weg, aan het rijden. Dan Pops, mag jij doorpushen naar de armed boomer, die zit iets verder. Nou, laat hem dan gaan we zo rijden. Kun je de afstand meten?
Of op R druk inhouden en dan meet hij de afstand. Nee, wat is de afstand? Of op R of op tap en dan zie je de afstand staan. 3. Echt ingedrukt daar op die afstand. Stop, voor degene even iets achterwaarts, even zorg dat je Bob's oppikt. Dan gaan wij zo meteen, kunnen jullie rechts afbreken uit de flank richting blauwe lijn. Dan gaan we naar Slaamarker. Ja, ho Mikey. Contact links. Oeps. Ik was neer. Moment. Ho, Gas, op 6 uur van jullie. Achter ons, Gas. Yo, ik zit erin. Ja, ik zie hem. Ik krijg een kogel in mijn neus. Drijven. Kunnen uitgeschakeld. Kopie ASAP, gaan bewegen nu, want ik wil hier weg. Ben je nog langs die groep met die trucks? Trucks, vraagteken. Ja, hij staat hier op de weg, einde van de weg. Ja, schakel maar even uit dan. Oh joh, ze zijn vies. Klik, klik, klik. Pak ze front. Ja, netjes. Links. Netjes. Links. Links? Ja, het gaat niet vaak lekker. Rechts van ons, van het muurtje. Rechts bij de muur hier. Ja, Uggel, op jullie kan daar net niet, ik kan daar niet bij. Voor ons, hier op de weg. Nu achter ons. Voor ons? Direct achter ons, op de weg. Zie je hem? Oh shit. Zijn wij dat? Op de weg ligt hij. Hij ligt op de weg. Yes. Dus wanneer hebben wij nog een armed boomer erbij? Nog een armed? Nee, een unarmed. Nee, ze hebben die gas misschien meegenomen. Achter in de truck, achter in de truck. Pak ze. Druk is dood, Mikey. Oké. Okay. Is hij goed op die kunnen van onze boomer? Ja, gaat het goed met jullie? Nee, achterwaarts, achterwaarts, achterwaarts. Maak even paar trekken bij ons nu. Waar komt contact vandaan? Ja, bij ons worden een beetje omsingeld in de dorp. Voor ons, afbreken. Voor ons. Ik zag hem. Ja. Hier voor ons nu. Voor de auto. Even regroepen bij mij op voertuiglocatie via CITO. Wat? Hey, hoe maak je gewoon rijden? Nou, rechts achter ons nu. Hier ook. Er zijn nou heel veel weg. Oké. Okay. Ja, we blijven contact houden. Ik kom terug. Even afrekken richting Zuid. Even die CITO kijken waar ik sta. Oh, jullie staan bij een gebouw of staan jullie hier? Nee, rechts van ons, rechts van ons, nee, rechts van ons. Op de weg, op de weg. We staan op zitten toch of niet? Ja, 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 maar ik dacht, daar reed ik al heen daarna, maar ik dacht, sta je ergens anders misschien? Nee. Goed, de blauwe lijn verplaatsen richting nieuwe locatie. Ja. En daar op de locatie even ingestegen blijven, rest uitstijgen, even sector innemen richting oost op de FOP en uitschakelen wat je kunt raken. Wil je dat onze kun gaat ratelen? Ja, uiteraard. Oké, okay, zie je die toren daar op onze 11? 11? Ja, die zie ik. Ja, daar mag je schieten. Hier, Jorien. Beetje neer. Oké. Ik ben 3 neer. Pops, dat is Julian. Oh,
Oh, het zuiden, zuidwesten. Klaar. Toch. Sorry? Ja. Kijk of je iemand ziet daar. Okay. Meerdere pakjes zuidwesten in het compound over. Ja, ik hoop hier gewoon alles uitgehakt wat je ziet. Het westen is rechts van ons, hè, Aaron? Ja, daar waren we ook aan het rennen. Hier, daar. Hij zit achter de zandzak, kan je niet zien. Dreiging. Ik ga even uitstijgen en spotten. Ja, als je uit het oog zit, mensen zag je die zandzakken, die kan ik niet pakken. Ho! Oh. Schiet ook een sla op ons. Hij wordt ook beschoten door een sla. Wat ze nog aan het zoeken? Hier de helft is positief aan gaan. Beetje warm te zien, Aaron. Aaron, je buddy is hier. Dat reset dat ik bij iedereen... Nou, wat is hier, Alpha? Hey Mikey. Hallo. Fire Mission Alpha 01, 8 keer rockets in die hoogte. Ingress west, egress noord ook. Sniper is neer. Lekker. Ja, Alpha positief uit. Goed, komt zo meteen even een rocket strike op van de Wildcat. Als de rockets zijn geland, gaan wij voorwaarts met de armed Puma. Jury, jij kan hier blijven eventueel dekking houden. En sectors Noord ook eventjes blijven beveiligen dat ze niet vanuit onze rug nog komen. Dan kun je daar een paar trekken met de unarmed Puma KW. Ja, check. Goed, iedereen instijgen in de armed Puma en dan gaan wij rijden richting FOP. Yo, dat reset dat hebben iedereen, hè? Ja, oké. Okay. Ja, all in. Rijden voorwaarts direct richting de FOP en blijven raken. Reloading. Of magazijn. Ja, iets inhouden, iets inhouden. We hebben nog een bunker daar links zitten, moet opletten. Hij is nog steeds aan het vuren. Ik ben aan het laden. Ja. Ga maar voorwaarts richting de linkerzijde van de FOP. Waar die bunker daar staat. Een entry vinden. Okay. Ja. Er zijn meerdere bunkers. Ja, check. Jaag maar even wat punt 50 erin, Giel. Ja, oprijden tot de Hesco, oprijden tot de Hesco. Goed, stop. Iedereen uitstijgen, behalve Gunner. Ik zie eenmaal voertuig. Markeer, ja, vuur vrij. Ja. Het, bij part 2 eventjes de bunker links verkeren. Aaron Jori. Top. Even met Giel wisselen. Giel, even met Bob wisselen, oké, okay, met Markeer op voorwaarts.
Contact rechts, contact rechts. Waar is Giel? Ja. Oké, kom. We gaan net een friendly down in de hoek hier. Ja. We kunnen er eventjes naar rechts. Oortjes in de compound, oortjes. Kill oortjes. Is hij max down? Niks, Westen. Hè? Ja, let op, hij wordt nog steeds beschoten. Maak je WV nog? Oh, ik weet het wel, ik heb hem nog even. Ja, ik word ook flink geraakt, ik kan hem niet zien. Check links van je, weg uit, oortjes. Westen is clear. Oortjes. Gooi ook oortjes. Let op, niet om de hoek kijken, oortjes. Ga even healen. Hij is een beetje achter die sandbags, maar ik kan niet zien. Ik zie wel kogels komen, maar... Giel. Stijg even in de Booma. Instijg met de Booma en gewoon naar binnen rijden. Waarschijnlijk heb ik hem, Wesley. Bushmaster, ik rijd naar binnen. Yep. Mike, zit je bij Bushmaster 2? Ja, die pakt hier is dood. Ik probeer die CLS er leeft nog wel. Probeer die stabiel te maken. Ja, ik pak je rechterarm. Wie staat er nog meer bij ons? Ops, wegloopt. Kijk. Ja, kunnen check links bij de containers. Ik ben bijgetrokken in het gebouw ten zuidwesten van jullie. Jullie zelf, hè? Niks uit. Ja, ik ben bezig. Pak je been. Geen zicht meer, Wesley. Goed, blijf links rijden, even om die container heen, onder de toren doorheen, die mogelijk. Ik pak mezelf ook nog een keer hoor, want ik ben me, je hoeft niet meer te healen hoor, ik heb mezelf wel. Ja, ik doe mezelf ook nog een keertje. Goed, Mike, zijn jullie weer up? Ja, wel gewoon nog. Kopie, dan op Giel eventjes die, dat hekje even pakken waar jullie op zitten schieten. Ik kom nu in het compound. Red smoke vraagteken? Ja. Dit is clear. Oh. Schoten, waar vandaan? Heel al clear. We zijn nog bezig. Copy. Ja, in dat huisje in ieder geval. Breaching, breaching. Wie heeft een pak nodig? Moment, ik zie een keer gaan. Okay. Ik sta bij de westelijke bunker. Ja, even hulp nodig met de noise map. Gooi oortjes bij de westelijke bunker. Pak nodig heb, kan die zelf rood markeren. Als die nog leeft, best leuk bunker clear. Ja, copy. We hebben weer 3,5 kilo in totaal. Check even goed om de heskes heen, want ze liggen ook gewoon in dat hoerig gras. En Jori, dan eventjes Jori instijgen in de Booma, even op de put 50. Bobs en Mikey even samenvoegen, de rest even gaan kleren. Mikey? Ja? Ik sta bij het hoge gras, hier. Jori, meegekregen. Yo, hallo, ja. Hallo, Bobs, hier terug. Ja, terug. Dus even naar de andere Booma. Ja, top. Ja. Gaan we door, Mikey. Ja, het huisje is nu al gekleerd. Oké, dan hebben we... Hij staat hier in het compound bij mij, bij de grote toren. Grote toren die kapot is of wat? Okay. Ja, gewoon hier bij mij in de FOP. Ja, we hebben alles gehad dan. Langsgelopen. Okay. We hebben echt alles gehad dan. Hij is alles clear. Ja, ik ben ook hier achter die hesco's in die kleine hokjes geweest en zo. Ik versta je niet als je bij me wegloopt. Sorry, ik ga op jelling. Ik was ook bij die kleine hokjes geweest achter die hesco's. Ja, check. Dus, ik ga wel in die toren zitten. Ga ik even spotten. En zij weg ja, blijf maar even uit die toren. Zet maar even met de Booma op richting het zuidoosten. Ja.
Ja, doe dat maar. CLS in de auto? Nee. Even met die alleen met de punt 50, Bobs. Ik rij achteruit met de auto. Heel krap hier, ik keer even. We gaan hier eventjes wachten totdat de research terug zijn. CLS? Dan pas gaan we weer voort. CLS instijgen. Got you. Ja, zit je? Ja. Oké, okay, je kunt jezelf niet healen, maar als jij 100% bent, mag je mij een pak geven. Ja. Fuck. Bob, zorg ervoor dat die beveiliging richting het zuid, de 180 richting zuid staat. Komt goed. Humvee op oost-friendly, vraagteken? Ja, hij komt hard langs racen. Ja, even ID first of dat friendly is of niet. Ja, het is een NATO-voertuig toch? Ja, maar ze hebben NAVO-voertuigen, alleen ik wil weten wat voor pak erop zit, of dat een Amerikaan was of niet. Kan je mij een pak geven zo? Ben je al bezig? Kan wel een pak, kan wel. Spring anders even achterin en dan geef je een pak. Dan kan iemand anders eventueel nu kunnen als het echt nodig is. Naar het pak spring je weer terug. Kijk wel even of ik die of dat ding kan spotten. Romeo hier, Alfa. Ja, bij mij neven eenheden in het gebied op onze locatie. Pak 50. Shit! Pak zwaar. Ja, Alfa kopie is uit. Zijn. Leef je nog? Misschien nog één of twee, ik heb geen zicht. Bobs, leef je nog? Zit er nog hier? Nee, zijn Kia. Leef alleen jij nog? Ja, wij twee in de auto. Instijgen denk ik. Worden zwaar onder vuur genomen hier. Ja, even met die fucking punt 50 door die smoke heen schieten, okay, meerdere infanterie. Even met de boema eventjes achterwaarts en dan eventjes links om zeg maar richting het oosten trekken. Even de contact uitschakelen. Pak al klaar? Ja, hij is klaar. Oké, spring maar op de gunner. Ja. Oké, zometeen front, goed spotten. Hier moet de pakse front zitten. Goed spotten. Deze zijn allemaal Kia. Kijk even of je het ziet. Zie je nog iets? Levende. Ik rij hier even om die om het gras heen. Zie je hier iets? Ja, ik zie, wacht even. Nou, let op dat je niet onze paks in de toren schiet, hè? Oké. Okay. Een auto staan, ik zie daar een auto staan. Oké. Okay. Terug, naar achter. Staat met contact daar. Wat is het voor voertuig? Het is een vervoervoertuig met een gun erop. Ja, we zien die Humvee. Alleen, ja, weet je, het contact kwam wel waar die Humvee vandaan kwam. Ja, uitschakelen. Oké, okay, schiet die kunnen maar. Gunner down. Ja, is goed zo, hij is kapot. Goed, iedereen die
vijf trapjes even beveiligingen opzetten richting het zuidoost en zuidwesten. Met een fucking harde infanterieclub hier op onze neus gehad, dus hou even vol. Oké, we gaan hier... die jet is down. Is Jori weer bij mij? Prachtig. Jori, ben je hierin? Ja. Jori. Ja, ik ben... Hero, Resco, even pakken. Resco. Resco, links van je, kijk op je seat up. Dat is Aaron. Waar is die gast dan? Hij zit in de auto, denk ik. Gunner. Oh, kan je ook niet rennen? Ik ben er, maar ik ben zelf. Check, ja. Hebben wij nog een gunner op die punt 50? Momenteel niet. Okay, ik pak de gunner wel. Ik pak de gunner wel. Wesley, heb jij het pak nodig? Ja, jij ook, hè. De gunner, Mikey. Ja, ik beweeg even naar voren hier. Dan hebben we zicht over de weg en zo. Oké, hier staat een controlepost of iets. Ja. Zie je? Ik zie die controlepost. De rest is het Ja, het leeg. Koud. Waar kwam het contact vandaan net? Ja, hier liggen ze rechts in het gras. Daarnaast ons hier, kijk hoeveel. Erin Jantje, hoe dan? What the fuck? Oké. Okay. Ja, die halt. Halt. Ja, meerdere contact in het veld. Ja, welke richting, front? 8 maal infanterie vanuit de graafje langs de weg deze kant op. 180. Halt, voertuig, halt. Richting kant op. Door het olifantengras hier, dan heb je wat meer zicht. Oh. Eroverheen schieten? Ja, maar ik heb geen... Ja. Niks van het hittebeeld. Oké, ik beweeg even verder. Ik denk dat Rory net, die zat erop. Die is nieuw, maar hij gebruikte volgens mij geen hittebeeld. Misschien wist hij het niet eens. Maar... Dus ik stapte daarna op de kunnen toen hij ging medicen. Goed, is iedereen. En ik zag al die paksen voor ons staan. Positief. Ja, positief. Schok me rot, joh. Top, dan Boema weer eventjes terugtrekken richting de FOP. Dan gaan we instijgen. Grafia moet even gesoftcleared worden. Ja, mooi man. Unarmed ook nog, hè? Waar heb je die staan? Hier al rechts. Ja, check. Lapje nu naartoe. Goed, gaan we zo meteen over de blauwe lijn verplaatsen. Gravia in Armed, maar gewoon alles afschieten wat je ziet. Gaan we langzaam de stad in. Gaan we eerst even kijken of we per voertuig dat kunnen doen met de punt 50. De rest heb ik eventjes turn-out tot de rear seat covers. Even een 360 waarborg op de armed punt 50. Wij gaan erachteraan. Hij is daar kapot, hij is kapot. Ja, maar bewoog net. Oh, weer terug. Infanterie de richting. Ja, zie het. Nog rechts ook, meer naar rechts. Ja. Voertuig 1 rechterzijde van de weg eventjes aanhouden, dan voertuig 2 linkerzijde van de weg. Contact op ons 1. Ik hoorde achter ons ook contact. Ja, de contact. Er zit er iemand te schieten met, vanuit de... Ja, in die guardpost, man, die zijn clear. In de guardpost? Ja, in de guardpost, die zijn clear nu. Oké. Sorry, ik moet hier rechts. Maar ja, gewoon even langzaam rijden. De rest achterin ook eventjes turn-out. Front. Alpha. Ja, Roger. Rechts aan de rechterkant van de weg. Ja, oh, de gun iets te warm. Ja, Alfa, kom niet zo. Jori. Ja.
Even in turnout. T-72 ten zuidwesten van Gravia. Ik zag net wat over die heuvel heen crossen. Dat is heel goed mogelijk. Was dat een T-72? T-72 is jammer werkt. Ja, als top van die heuvel. Wat? Wat zei je, Giel? T-72 is Javelin werk, die heeft Aaron. Heb ik nu, ja, heb ik nu. Rechts pak ze, rechts. Rechts ook, rechts ook. Hier, hier links van ons is hier een pak. Goed, kruispunt even veilig stellen hier. Rechts, rechts, rechts. Ja. Pak ze front. Links en rechts allebei. Oké, wat wil ik doen? Hey, ik gooi die Javelin achter in de auto. Oh, je hebt er al eentje in de auto. Ja, ik heb er al in mijn rug zitten, ja. Ja, ik ook. Ik heb een assembled bij me trouwens. Hier links achter dat muurtje zit iemand. Ja, achter het muurtje. Rechts achter ons, ja, achter een muur. Oh ja. Ja, voor mij zo links. En rechts achter de auto. Rechts ook, rechts ook. Rechts, kom nu de leeft nog steeds. Richt op ons. Rechts, rechts. Contact 6 uur, waar we vandaan komen. Direct rechts van de auto, ja. Op 6, contact. Bootjes, snor. Ah, oké, okay. Explosies. We moeten bewegen. Front, front. Zwaar geert hier. Ja, pak front inderdaad. Hè. Is dat een BTR of zo? Nee, rechts front bij ons. Links front, links front. Uggels. Het verdomme artillerie. Ik weet niet waar dit achter vandaan ons, achter het muurtje hier. Ik ben Wesley kwijt. Wesley staat, is uitgestegen. Zit achter je. Mogelijk down. Dan komen jullie kant op. Okay, kijk achter ons. Rechts, rechts pak, rechts van de auto, ja. Okay, waar ligt Wesley? Wesley is daar, oh, hij is Kia, hij is nu Kia. Ik ook bijna, ik ook bijna. Ik moet instijgen. Oké, okay, ik ben weer ingestegen, CL is nodig. Pak ze front. Ja, pak ze front, is min 1. Ik ga terugtrekken. Achter die auto, achter de auto. Ja, positief, trek terug. Mike, leeft Wesley nog? Negatief. Check, kunnen jullie eventueel nog zien markeren voor reinsert? Ik ga zo meteen Nokkie. Ja, ik ga zo meteen Nokkie, ik heb ja, mijn nodig. We houden hier even halt. Ja, moet ik jullie daar. We worden nog steeds gehit ergens van. Uggels of iets, of een misschien een klein kaliber wapen die, of dat ergens van de heuvel schiet. Ik ben aan het rondscannen, ik zie niks. Oh fuck, ik ben helemaal zwaar gewond. Ik ga achterin zitten. Ik ja, Jori moet even dingen helpen. Waar is Jori? Waar is de medic? Waar is CLS? Waar is CLS? Zit in deze auto. Oké, okay, help mij, help mij. Iedereen help mij die niet aan het schieten is. Iedereen help mij die niet aan het schieten of drijven is. Ik ga anders sowieso Nokkie. Oké, okay, ik heb nog meer hulp nodig, want het... Ja, ik gooi toen de kuts op. Waar zijn jullie? Wesley, jij hebt controle op het vliegtuig. Ik sta recht achter jullie. Giel, jij hebt controle op het vliegtuig. Ja, ik kom eraan. Voertuig. Doe op alles de tourniquet als iemand... Heb ik gedaan. Ik doe de tourniquets wel even. Oké, okay, tourniquet op daar. Ik ga mijn torso nu doen. Ik ga right leg. Holy shit, hé. Oké, okay, ik begin met torso. Ja, ik was Wesley aan het redden. Maar die ontplofte voor mijn neus. Maar dat is niet alles. Nou ja, die soort UGL's kwamen naar beneden en toen... Ik weet niet wat het was, maar nou, het was een jantje. Ik vermoed dat het een klein kaliber 30 mm was of zo, wat gewoon aan het vuur was vanaf de heuvel. Zijn er mensen uitgestegen of niet? Positief. Ja, ik was terug, ik zie iemand. Al bij je benen zijn goed. Ik zie jullie aanlopen, denk ik. Top. Nee, ik zit in hun arm. Ik doe zijn left arm nog. Contact op 150 graden dan, tweemaal. Het gebroken huis. Op mijn tracers. Oké, okay, ik ben weer groen, dus ik hoef alleen een pak te hebben.
Ja, ben ik mee bezig. Top. Kijk of ik nog wat kan spotten voor je. Waar zitten die auto's? Welke pak zit daar in het gebouw of in het compound? Ja, dat ben ik, want jullie reden van me weg. Oké, we moeten die heuvels scannen. Er moet ergens iets van een klein kaliber MP4 of weet ik veel wat zitten. Ja, ik heb een EPR zien rijden. Ja, die zit op ons te vuren. Ja, ik zit achter de gunners. Of die kleine HE rounds. Oké, ja, dat is mooi. Hij moet even kijken naar re-insert, zometeen. Ah, helemaal top. Ik ben groen. Dank je. Dat is helemaal geen EPR of zo. Ja. Ja, wie heeft de long range? Maar daar staat net op de short range. Wij gaan even spotten vanaf de open veld. We moeten punt 50 laden. Oké. Ondertussen spotten, hè? Jo. Gaan we even een beetje die kant op. Wij bewegen heel even naar het zuidwesten. Open veld. Even kijken of we iets kunnen spotten op die heuvel. Ja, positief. Misschien kunnen we... Bob, heb jij long range ook of niet? Nee, gehad. Weet iemand waar Wesley dood gegaan is? Oh, is dat... Nee. Ja, precies op dat kruispunt waar we stil stonden. Ik heb een blauwe X gemarkeerd. Een stukje terug of voorwaarts, Mikey? Halt. Dus een heel stukje naar voren, een klein stukje. Ja, halt. Heb je zich een voertuig of iets wat? Nee, dat is ook niet. Ik weet echt niet waar we van nou beschoten worden. Weer explosies. Oh, bombardement nu op die stad. Mikey, dat ze marteren. Heb jij dat ingeroepen of wat? Nee, gehad. Even terugtrekken naar het vorige compound. De tracers vanaf 170 vandaan komen. Actie. Ja, beetje weinig contact. Zeg ik hier aan op iets? Moet je ietsje doorrijden? We gaan hier weer even voorbij die ding zitten. Ja, Jurja, pak jij anders of pak je die heuvel, die toren? Halt! Pak ze front, pak ze front. APG pak ze neer. Is hier iets in de buurt? We komen al deze lui vandaan. Ja, KV, ik hoor je op short. Nee, ik ben tel zie je af van de 2 en ik heb gezorgd dat je op long fight up komt. Ik heb jou niet gevonden. Ja. Ik heb jouw long range niet. Voertuig, dat is ook een long range. Nee, gehad, Bushmaster niet. Ja, verspel niet. Ik kan wel op 4-5 springen als dat nodig is. Nee, ik ben bijna op LZL van de 2. Zorg dat het veilig is, dan gaan we door naar het rode vierkant in Zuidoosten. Ja, KVO, we krijgen net wel mortiervuur, dus we zijn teruggetrokken naar onze post. Ja, Romeo probeert dit te bereiken. Hij zou Graafje plat bombarderen met 155 mm. Dat is gelukt. Ja. Romeo probeerde je al te bereiken op 5-0 dat je uit Gravia moest gaan vertrekken in verband met artillerie 155 mm op Gravia. Ja, nee, heb ik niet gehoord. Nee, dat bleek. Pak heel even wat. Oh, ik heb nog pils. Ik heb nog. Pils? Wat voor pils dan? Ah, ik heb nu grols. Ah, dat is prima. En nu is het weer op. Als je blij bent en je weet het, klap in je handen. Goed, is er nog iemand keer gegaan na mij of niet? Niet dat ik weet. Top, waar is de unarmed boomer?
Zo, ben er weer. Onder de kom. Hier, even kijken. Even bijtrekken bij de arm Puma. Kijk hier. Dan Pops en Jurriaan, jullie blijven dan even samen. Stijg ik in de arm te boemen. Wat was er op aan het schieten, joh? Hey Jurriaan. Gaan we het even anders doen. Ik wilde je net gaan redden, maar ja, toen kwam weer een explosie. Goed, eventjes gaan we via buiten om Gravia richting blauwe lijn globaal. Ja. Hey, herstel. Trek eerst eventjes de berg op. Dan even ijs krijgen op die verzonnen rode vierkant. Ik dacht dat dit de berg was. Zit erop te kunnen? Ik heb prima. Top, even ijzeren krijgen op die FOP, zeg maar. Volgens even alvast uitschakelen wat je wil. Pops, even uitstijgen. Jurriaan, je kan hier blijven met de 50 sniper. De FOP op het zuiden met de rode vierkant is het doel. We gaan zo meteen voorwaarts met de armboemen. Volgens mij zie ik golf. Ja, die zit ten zuiden daarvan. Mag ik vuren? Komt maar positief. Nou, de rest ook weer even terug instijgen. Pops eventjes in de arm te boemen instijgen. Ah, juk zit erin. Mark hier buiten. Nee, ik ben er. Halve kopjes. Kopie. Meerdere malen van 3 uitgeschakeld. Kopie, gaan wij voor wat blauw lijn. Golf is wel redelijk neut. Of kapot gemaakt. Ja, golf hier alfa. Oh, fuck. Hier, ja, hier alfa, wij gaan via de noordwestzijde van de compound entry in clear over. Er ligt een enemy heli. Ja, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Hij gaat landen, voorwaarts, schieten, schieten. Voorwaarts, 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 voorwaarts. Blijf rijden. Goed range en een... ja. Oh, oh, ik hoor een hold fire. Is het friendly? Nee, toch? Blauwe lijn, Mikey, blauwe lijn. Nog ja, ja, ja. Westzijde van... Doorheen pushen. Hey, even bij punt halt uitstijgen en buddy bij 1 links, buddy bij 2 rechts, 4 gebouw 2 voor buddy bij 1, 4 oh, gebouw 1. Hebbers. Yes. Yes. Ja, uitstijgen. Ja, Giel uitstijgen, Giel uitstijgen. Ik ga met hem mee. Toppie, buddy bij 1 zometeen, dus hier naar binnen links, buddy bij 2 ja, naar binnen rechts. Ik ga vuren. Dus buddy bij 2 bij pakken rechts. Ja, gaan we voorlangs. Ja, positief maken, we gaan nog niet steken. Voor een voertuig steken. Ja, friendly. Ik voorlangs. Ja, hier links. Hier boven op het dak of hier achter zit wat? Oké, we gaan hier naar binnen, gereed. Ja, ben gereed. Ga maar keren, elkaar is juist gereed. Kut, sorry. Nou, ging lekker. Oh. Ja, ik zag die paks direct front, dus ik begon er maar op te vuren. Ja, maar dat, stond er nog eentje links om de hoek. Dat is waarom de manier hoe we HML OVG hier echt bullshit. Ja, maar ik had zoiets. Ja, ik had natuurlijk naar links kunnen lopen zo. En dan eerst kijken, maar ja, dan had ik in mijn kop geschoten worden, ja, door die rechts van me. Maar de manier hoe wij OVG is fucking achterlijk, want normaal zou je gewoon eerst de deur paaien. Ja, eerst even spotten, kijken, kijken, kijken. Maar ja, het is geen. Je hebt geen verrassingseffect meer dan, hè? Hallo? Ja, oké, maar. Hallo. Hallo. Hoe zijn jullie dood gegaan? Door onze achterlijke overgeven. Suicide. Nee.
Jongens, ik ga mensen dood voor letterlijk goede redenen en dan komen jullie van hoor. Nee. We gingen een gebouw binnen, toen stond er een Max voor ons. En Leonard, waarom schieten ze door? Leonard, wat een kutpak ze. We overreden op de H-mail manier, dus we gingen dood. Oh. Ja, dat is niet zo slim. Ja, we overreden op de H-mail manier. Nee, dat moet ook niet. Nee, ja, genaat is tief of zo, als je weet dat er vijand binnen is. Ja, dat wisten we niet. Hey, gaat Stijn vliegen? Ja, Stijn is eigenlijk wel... Ik moet het ook best doen hoor. Ja, dan zie je ons zo meteen weer. Niet. Oké. Aan het begin snapte ik nog wel dat mensen dood gingen, maar nu valt gaan er niet toch wel mee. Wat een tyfus, sorry. Hey. Wacht nog even een minuutje, dan is het de rest van de groep. Ja, dat is de hele groep. Nee, het valt nog mee. Er staat echt maar nu nog maar 12 in van trio voor de hele kaart. Ja, maar er staan hier al 4 lui van Alpha. Ja, even kijken. Alpha, ja. Ja, hoor je, godver. Ah, ik ga Bravo wel voor oproepen. Ik zie een vijand daar. Bravo, ja, hier ook. Bravo over. Gaat er al heen. Wie is die vijandelijke pax? Bravo, hier ram je onmiddellijk Alpha gaan en de steun hebben veel slachtoffers over. Wie is die vijandelijke pax hier? Ja, hier ram je Stijn, ik kom ook. Even kijken, check, top, check. Even een goede Goran, Goran Gajic. Oh, kom eraan. Mickey weg, hè? Stijn, wacht op mij! Mickey! Ik wil ook! Zit! Wat een kut, zo. Oh, je kunt gewoon nog plug. En die andere twee die weten niet dat ze Longridge op moeten pakken. En Aaron en Jo. Ja. Er zitten nog maar 2 man bij mij die kunnen pakken. Ja, Jori en Aaron. Zijn jullie luister dood? Moet ik dood te krijgen of zo? Ja. Bravo. Ik heb 4 man ingezet voor Alpha. Ik ga heel veel erbij gaan. Ik zal even leren. Zeg het ook of dat ik in mijn kop. Ik heb Bob 3 keer gehad. Ja, 3 keer. Kom af, ik heb het graag niet gehad. Zit je er steeds koud? Bravo. Via rechts, via de hangar eventjes met pak kleren en dan doorstarten richting de FOP. Ik heb je. Volgens mij is niet hier eentje OVG, hè? Het is geen OVG, dit is gewoon kijken of iemand staat. Ja, ook dat is OVG. Dit is toch geen dichthuis? Nee, maar dit is stedelijk gebied, dus dan is het bij definitie al OVG.
hè. Lekker big. Ik neem ook nooit weer een kop mee als groepscommandant. Lieve ding. Hij is lelijk, echt lelijk. Action op jouw geel. Zeg dat maar tegen Leon. Kut. Hij is gewoon kut. Ja, doorpushen. All clear. De zuidoostelijke ingang pakken. Ja, bij de twee zitten. Oh, Jori, hoe gaat het? Groen, geel, rood. Spannend, niet goed, joh. Hallo, lui. Regen. Ik ben niet waar. Over. Ja, die deur. Wij lopen achter het gebouw langs. Ops. Weer. Daar, kom mee. Zullen we het gebouw nog eens een keer proberen? Ja, veilig. Veilig. Is veilig. Volgens mij is hij dood. Okay. Volgens mij is hij dood. Volgens een officier zegt dat er eigenlijk... Kijk, hier zat hij. Ja, maar er zat er. Hij stond hier. Hier zat er eentje. Ja, hij was gek hier. En daar zat er eentje. Ik liep naar binnen, ik zag een pak staan, dus ik begin te schieten zo. Nou, weet je waar een pak staat? Jawel, waar ben jij? Weet je welke pak ze gepakt heeft? Deze. Ja, kijk, zie je, deze. Zetten bij de Zuidoosten. Echt ruklocaties. Jori, volgen. Goed, kom naar de zat. Ja, hallo. Hier staat die officier, moeten we daar nog iets mee doen? Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb net nog even gevraagd of er nog meer mensen zijn, maar hij zegt in principe dat iedereen bijna dood is. Mooi. Alfa. We moeten maar naar beneden, volgens mij zijn we klaar. Godverdomme alweer. Alfa, wacht uit. Ja, hij is daar zijn ook allemaal gedaan. Ja. Ik kan deze vent ook overrijden ofzo. Ja, doe maar. Ja, inderdaad. Ja. Nee. Pakken wij deze maar hier. Wat nee? Dit is moraal. Heel, start eens even de tank. Pakken wij de tank maar, we mogen vijandelijke voertuigen gebruiken. Ja, wat gaat hier? Gaat een Noma en Ware gaan omhoog leggen. Nee, Jelle. Oh, blijf ze even hier weg. Nee, Jelle. Op. Noma en Ware. Ik kan het niet toelaten. Niels, achteruit nu. Nee. Niels achteruit. Ja. Niels, stop hem ook. Niels, het is commando. Ja, achteruit. Oké, wacht een beetje. Stop. Niels, voorwaarts, Sally. Nu Niels! Kijk maar uit, volg maar. Opzet de rest van je veiling opzet. Kijk je nog thuis dan? 3-1 Noordoosten. 3-2 pakt eigenlijk Zuidwest zuiden. Dus dan houden jullie in ieder geval Noordoosten-Oosten. Want die laat een andere gebouw pakken. Endex. Wapentje ontladen, helmpjes. Endex. PVV is in het compound blauwmarker.